Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Vandaag gaan we weer proberen koeienvoer te maken en dit keer stap voor stap. Hoe dat gaat, dat zie je in deze aflevering, dus let's go! En hier is Victor! Yes, en vandaag gaan wij iets doen wat al heel erg lang gevraagd is en Dimitri gaat vertellen wat. Koeienvoer maken, 2.0, stap voor stap. Dus we leggen gewoon uit hoe het moet dit keer. Ja, zeker. Vorige keer hebben we dat ook gedaan, maar nu goed opletten. Want de vorige keer, er zijn nog steeds mensen die zeggen, hoe moet je koeienvoer maken? Ja, maar ik bedoel, we hadden het wel gezegd inderdaad, maar we hadden niet echt... Wat we nu doen hadden we niet laten zien, dus het compost lag er wel. Dus we gaan het nu ietsjes anders doen. Oké, Dimitri gaat even eigenlijk alle stappen vertellen. In die tijd ben ik nu het gras aan het ophalen. Hakken, dat is eigenlijk een beetje stap 3, denk ik, toch? Zoiets? Nou ja, hebben we al dus een veld met... Wat was het? Mais? Of nee, mais. Ja. Yeah. Met tarwe hebben we ingezaaid. Die tarwe gaan we zo ophalen. Ja, tarwe die staan nu ingezaaid. Die moet je als eerst doen. Dan kan dat nu groeien. Ja, en dan halen we die op en dan maken we er balen van. Ja. En Victor is nu dus, zeg maar, het gemaaide gras is die even in deze bak aan doen. Ja, ik ga dat zo meteen doen. Of ja. Jij mag dat ook wel doen. Dat vind ik ook wel goed. En dan gaan wij dat... ik denk dat het handig is als we dat doen. Eén gaat deze lossen zo meteen bij de grote brede bakken. Dan moet dat 13 in-game uren, wat ik volgens mij de vorige keer gezegd had, soort van wachten. Dus dan hoeven jullie niet te wachten. Even vooruit, dan doen we gewoon even zo. En dan is het weer klaar. Ja, en dan kan je met een compostwagen het soort van mengen. Wil jij het zo ook even opharken, Dirk? Ja. Ik hark het wel op, dan kan jij het dadelijk wegbrengen. Dat is denk ik wat leuker. Ja, doe jij maar even. Ik ben wel benieuwd. Kan jij even de rest laten zien wat er nou precies allemaal in zit? Ja, ik ga dat eens even doen. Als jij dat even doorgaat, even kijken. Ik tap eventjes naar de mixwagen. Dat ben ik namelijk nu. En de hooibalen, die kunnen we natuurlijk nog pakken van de schans. Hè? Want die hebben we ook nodig. En hooibalen maken hebben we een paar afleveringen geleden ook al gedaan. Even kijken. Ja, de hooibalen die liggen er nog. Die hebben we nog... van de vorige keer. Zou je de tijd een beetje vooruit kunnen zetten, Dirk? Want ik zie dat... Dat zal ik even doen. Ja, anders wordt het wel 30. Is goed, toch? Ja, 30. Prima. Het is namelijk nog niet aan het groeien, want ik sta nu bij dit veld. Het staat dus ingezaaid. We hebben het voor de helft ingezaaid met tarwe. Het is zometeen de eerste stap, de bedoeling dat we dat dus gaan oogsten. En nog even één ding. Ja? Mocht je willen weten hoe we dingen maken, hooibalen, dus hooibalen, geen tarwebalen, klik even op de video die nu in beeld komt. Dan, dat is een van de eerste afleveringen die wij, sinds je weer terug bent, zeg maar, toen we hebben dat gedaan. Ja, precies. Ook in deze map. Nee, ja, we kunnen het wel een keer helemaal doen, maar dan kunnen we beter een keer een livestream doen, anders gaat het wel heel lang duren. Hier hebben wij tarwe ingezaaid en dat is nu aan het groeien. Als dat gegroeid is, zometeen kunnen we met deze oogstmachine oogsten. Dan komt er daar zooi uit. En dan aan de achterkant komt er ook weer vervolgens hier zo, komt er ook weer een goedje uit. En daar moeten wij dus straks het stro van maken. En dat doen wij met deze wagen. Precies. Dus dat is een beetje de bedoeling. En hopelijk gaat het een beetje wat sneller groeien zo meteen. En het leuke is ook, want misschien denk je nu van... deze aflevering die duurt wel heel kort en jullie hebben het... Ja, we knippen er natuurlijk in en we zijn nu al serieus, wat zullen we zeggen? 2 uur bezig al met dit echt waar. 2 uur, dat klopt ja. En anders moet je 2 uur kijken en nu zie je het gewoon tak. Kijk, wij zijn niet van... wij willen gewoon echt goede aflevering hebben. Ik probeer naar Dirk te tappen, maar dat werkt niet helemaal. Nou, het lijkt me wel even leuk, Dirk, dat wij... ik moet zeggen, het is wel grappig. Dus dit moet wel heel belangrijk. Pak een grasopraapwagen waar zo'n ding op zit. En dan kan je zien, dan gaat dat allemaal in de wagen. Oké, en het gras is inmiddels vol. En wij gaan hier zo, als we even links kijken, dan zien wij al dat het... is dat aan het groeien, Dirk? Nee, hè? Aan het groeien? Nou, ja, ongeveer toch? Hoor je tijd maar keer 30. Nee, dat geel is het niet, hè. Waarom rij je nou weer door? Dat geel is het niet, hè. Er is nog helemaal niks aan het groeien hier. Dan zet ik de tijd gewoon even vrolijk vooruit, dan wordt het maar even nacht. Ja, moet het toch worden, dus ja. En trouwens, hier, mocht je het willen weten, hebben we onze nieuwe zaai-pick-up. Of... Ja, jij bent zaadman, of niet? Ja, dus daar heb ik een zaadhuisje neergezet. Dan kan je zaad kopen. even kijken, we gaan hier links, denk ik, toch? Huh? Wat ben jij nou? Moest je toch deze kant op, of niet? Nee. Oh, nou, dan kom ik jouw kant weer op. Ik volg jou, jij bent de map-owner. Nou,
we staan hier inmiddels voor een wegafsluiting. En Dimitri van Rijkswaterstaat die gaat even de dingen weghalen. Ja, hier, daar komt hij. Hoppa. En de weg is open. En nou, langs de borden kunnen we wel rijden. Het is flink donker aan het worden, dus ik ga het even zo doen. En oh, ja, we kunnen doorrijden, Dirk. Gas erop. Dat kan je op twee manieren doen. Zo en gas, zo. Kom op, Dirk. Gas. Zo, dat is wel beter. Even kijken. We gaan eens even kijken. Dus, ja, het zijn alleen... Oh, hier. We zijn nog laat op weg. Hier zo tussen deze twee dingen moeten we dumpen, heb ik al gezien. Nee. Verderop, hier. Oh, we moeten... Deze. Nee, hier. Oh ja, nee, klopt, ja. We moeten het hier zo dumpen. Ja, hier zo. Als jij eventjes nog een keer op F kan drukken, Dirk. Rijs een stukje naar voren. Gewoon even doorrijden hier, hier in. Oh, erin. Ja, en dan nog een keer op F drukken. Ja, goed zo. Dan ga je achterlampen aan. Oh, dan kan je zien waar dan, het dan heb ik wat meer licht om dit even hier neer te zetten. Zo. Kijk, daar gaat hij. Hoppakee. En daar komt toch aardig wat uit, hoor. Ja, dat is meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, ik dacht dat wordt zo'n... Zo'n klein hoopje. Een hoopje, ja. Precies. En nou is het eigenlijk de bedoeling dat jij er even overheen rijdt met je tractor. En dan zie je linksonder staan persen. Persen 100%. Ja, perfect. Nou, oké. Okay, dan ga ik eventjes kijken. Want als het goed is moet je er nu een zeil over... Oh, ik rijd er overheen. Dan wordt het plat. Ja, precies. Ja, precies. Maar je moet er een zeil over kunnen leggen. Alleen, ik denk dat het dan eerst even moet blijven liggen of zo. Dus ik denk dat het goed is dat de tijd nu even verder vooruit staat. Ik lijkt mij nu handig om dit nu even te laten liggen voor wat het is. En dan gaan we even verder met het met de tarwe, denk ik, hè? Ja, en we laten het even licht worden, want dat is al bijna. Here we go. Oké, en inmiddels staat dat ding. Dimi, wil jij in de wagen rijden of wil je in de blauwe tractor rijden? Ik rij wel in deze. Oké, dan zou ik zeggen start maar. En als het goed is komt er van achter weer iets uit. En dat moeten we straks hebben voor het stro. Ja, zie je? Dat is voor het stro. Ja, dat is voor het stro. Als je dan met een wagen overheen gaat. Maar ik en kan waar dan... is dat voor die pijp uit dan voor? Nou, dat is de zooi die jij weer... Sta stil. Maar volgens mij moet dat... Komt daar ook nog normaal iets uit. Maar daar kan je niet echt bij maar... rijden volgens mij. Omdat nee, zo'n inderdaad. Weet je wat ik doe? Als jij doorgaat... Dan ga ik alvast... Hou jij het op, wat er achteruit komt? Ja, op. Met de stro oprapen wagen. Ja, precies. Zo. Nou, in ieder geval, ik ga dat eens eventjes overnemen. En even kijken, balenpers uitklappen natuurlijk. En dan doen we gras op wagen laten zakken. En dan doen wij inschakelen op B. En here we go. Eerlijk is eerlijk, het groeit wel allemaal snel, toch? Ja, zeker. En ik moet zeggen, het gaat ook lekker snel. Die balenpers, want ik heb al bijna de eerste baal, die heb ik al bijna. Ja, we hebben natuurlijk wel de tijd vooruit gezet, maar we zijn inmiddels volgens mij een dag qua tijd verder. En dan heb je gewoon een heel veld met dit spul. Schiet eens op. In het echt gaat dat volgens mij wel een paar weken duren, toch? Of? Ja, schiet eens op. Even kijken, ik heb inmiddels de eerste baal is klaar, alleen volgens mij kan die er nog niet gelijk uitrollen. Dit zijn vierkante balen, denk ik, hè? Klopt. En rechts onderin, heb jij daar iets wat vol loopt of niet? Ja, dat is bijna vol, ja. Oh, dan 70 nu. Gaan we dat zo meteen even met die andere wagen doen. Met de pijp uit. En, en ik zie dat de eerste bal, die komt er van achter al uitgerold. Dus dat is mooi. Zo. En dan Dirk, ik stel voor dat we in de volgende aflevering maken we gewoon een deel 2 van deze aflevering. En dan gaan wij dan de balen ook echt oppakken. En dan gaan we verder met de kuilvoer. Want dat zat net een beetje tegen zaterdag. Dus dan gaan we even kijken hoe dat precies zit. Ja, het gaat wel... het gaat langer dan we dachten. Blijf staan. Kijk, daar gaat hij. Als het goed is, gaat hij bij jou nu leeg. Ja, hij loopt nu leeg. Maar dat gaat wel heel erg hard. Dus volgens mij gaat die bak ook snel vol geraken. 3%. Maar ik ben benieuwd. Oh, 3%. Nee, dit spul wat we nu hebben, daar kunnen we ook weer geld voor krijgen. Dus dat is ook wel weer mooi. Wat is dit dan wat we er nu in hebben? Want dat spul dat eruit komt, dat is dan de tarwe, toch? En wat is wat we nu in die bak gooien? Ik weet het niet. Ik denk dat we toch eens een keer gewoon een goede boer moeten vragen hoe dit precies zit. Maar dit doet wel... Een keer een boer in de aflevering halen, of... Ja, als dat zou kunnen, dat zou wel leuk zijn. Nou, zo, mijn bak is leeg. En die van mij is voor 15% vol. Best veel, dat had ik niet verwacht. Dat mocht zoveel zou zijn. Nou, bij mij was die 100, dus dat is dan wel weer een verschil. Ja, precies. Dus dan ga ik gelijk weer verder achter jou aanrijden. En dan gaat zo de eerste baal er al uit. Zeker.
Zo, de eerste baal ligt er zelfs al. Oh ja, ik zie hem. Ik reed er net langs. Dat is vierkant. Ja, die vierkanten, dat duurt altijd ietsjes langer voordat daar eentje uitkomt. Waarom weet ja, ik ook niet. Ik denk omdat die ronden, die zijn rond, die rollen. Dat is meestal met ronde balen, Dirk. Ja, precies, ja. Nee, dat is ook een beetje een rare voorbeeld. Hey. Nou, en er komt alweer een baal uit. Dat gaat lekker zo. Dat gaat echt lekker. We hebben ongeveer per ding hebben we ongeveer een baal. Dus we kunnen flink wat... Dus ik denk dat we dan de volgende aflevering, dan gaan we die stroopbaal ook echt oppakken. Maar mijn bak zit inmiddels al op de helft weer vol. Nou, dan gaan we zo meteen op de terugweg, als je daar aan het einde bent, dan gaan we dat weer even legen. Zo, en ik zie dat de derde baal er bij jou is uitgekomen en inmiddels de vierde komt ook al. Ja, dat gaat echt hard. We hebben sowieso 1 tot 2 baal, ongeveer anderhalve met baal de vierde per strook. Dus we hebben echt veel balen, komt er hier uit. Nee, maar even tellen, volgens mij 1, 2, 3, 4... 5, ik zie er al 6, ik zie er al 6 liggen. Ik denk dat we ongeveer bijna straks een wagen vol hebben. Oh ja, die moeten we dan ook weer oprapen met zo'n balenwagen. Ja, dat vind jij altijd leuk, hè? Ja, dat vind ik altijd leuk. Hey, misschien een keer leuk om een soort wedstrijd te doen. Wie het snelste een veld met 20 van die balen kan leegrijden met zijn wagen. Dus heel snel overal langs rijden. Jij? Dan gaan we eens kijken. Het lijkt me wel leuk, zo'n wedstrijd. Ja, dat is wel een uitdaging, ja. Ja, hè? Ho, 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 ho. Dit gaat de arbeider niet lukken. We hebben altijd zulke leuke ideeën. Hey, stop, arbeider. Wat doe je nou? Ja, we hebben altijd wel leuke ideeën, klopt. Dingen die je niet bij anderen ziet. Nee, en daarom ben je ook geabonneerd op Game Channel. Dirk heeft weer ruzie met een boom, dus... Daar gaan we weer. Ja. Je kan natuurlijk ook gewoon even... gewoon dat ding goed zetten, Dirk, voor je laatste strook. Oh ja, dat kon natuurlijk ook. Maar ik vind het gewoon leuk om een boom te snoeien. Ken ik nog wel iemand van... Zo ken ik er wel meer. Ja. Zo, nou ja, hoppakee, weg gele, met dat ding. Van gele wagens. Je bak zit bijna vol, zie ik, Dirk. Wacht, mag ik dat een keer doen? Ja, moet je niet die hebben. Ja, dan moet ik pakken. Ga jij maar door, dan kom ik wel achter staan. Als jij met die strook klaar bent, dan ben ik inmiddels wel bij je. Even kijken. Jij deed gewoon met een arbeider in huren. Ik zat alles handmatig te doen. Ja, snap je nou waarom ik deze wagen wou? Nou, dan ga ik gewoon 2 tegelijk doen. Hoppakee. Nou gaat het wel heel snel allemaal. Ja, dat kon natuurlijk ook. Maar ja, ik moest wel een paar keer bijsturen hoor. Want op het einde moest ik steeds handmatig zelf... Dit is de laatste ding. En ik zie dat hij nu inmiddels... Hij stopt ermee. Ja, omdat hij vol zit. Dit is leuk, jongens. Dirk in achteruit rijden. Kunnen we weer even lachen? Ja, maar jij zegt wel dat is leuk, maar ik heb geen rijbewijs met aanhanger. Hoe heet dat nou? BE? Ja, maar dat heb ik ook niet. Dus, maar oh. Ja. Maar wat ga je nou... Moet het toch... Wat ben je nou allemaal aan het doen, Dirk? Je moet naast de pijp staan. Ja, maar dat gaat niet. Wacht. Nou, Dirk kan niet achteruit rijden. Dus Dirk was het gewoon heel simpel anders op. Let op. Nou, ik ben koffie zetten. Ik zie het zo meteen wel als je een keer klaar bent. Zo, en Victor is inmiddels weg. Maar Dirk heeft het gewoon voor elkaar... Oké. Zo is gelukt, Dirk. Ja, nou ja, kijk eens. Ik heb even gezegd net. En Victor en Dirk heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Kijk eens, en de bak zit vol. Jij was even koffie zetten. Smaakt de koffie trouwens? Ja, hij smaakt lekker. Ik denk het duurt allemaal zo lang. Bij onze mevrouw gaan we dat eens doen. Maar ga even aan de kant, Dirk, want dit schiet niet op zo. Hoppakee, ja, ik had hem wel even aan de zijkant moeten beuken om hem... Zijn schade komt bij de verzekering wel binnen, denk ik. Nou, ik zou jou niet als... Ik moet wel een hoge polis geven. Oh! Wat? Fout. Dat is ook echt... Jullie moeten ons nooit... op een farming server laten, want alle bomen liggen omver. En helemaal niet Dirk, denk ik.
Tap eens naar mij toe. Heb je het al gezien wat er is gebeurd? Oké, en Dirk heeft... Ja, hier, jongens, en ik doe het niks met mijn handen. Kijk, en dat gaat allemaal vanzelf. Dus er zit echt een bug in deze map. Maar Dirk heeft zijn wagen weer eens in het water gereden. Ik heb natte voeten, denk ik, maar... Maar wacht eens even. Dirk, serieus. Onze oogst is nou ook ten water, hè? Ja, maar dat is leuk in deze map, want... We hebben geluk dat in deze map dat we in deze map zijn. Dus transparant water. Transparant water. Ja, ik moet zeggen, je wagen is wel weer brand en brandschoon. Oh ja, anders moet ik dadelijk nog een keer de wagen wassen. Dirk, ik stel voor dat we de volgende aflevering... Dit gaan we wel een keertje later wegbrengen. Dat we de volgende aflevering de balen gaan oprapen. Dat we dan verder gaan met het kuilvoer. Zullen we dat doen? En dan ook verder gaan. Zeker. Met... Heel zeker. Lang ja. En wil je de volgende video zien? Als die beschikbaar is, klik dan even op de video in het scherm die je nu... Ja, aan het eind van de video. Dus hierna als we het doei hebben gezegd. Ja, precies. Oh, nou ja. In ieder geval... Maar even één ding. Die aflevering kan je dus pas volgende week aanklikken. Dus ben je een snelle kijker die dit kijkt, dan kan je het nog niet aanklikken nu. Dus maar volgende het is makkelijker dat je gewoon deel 1 en 2 hebt, dat je gewoon door kan klikken. Precies. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Hopelijk vond je het weer een leuke aflevering. En hopelijk zien we je volgende week ook weer om 4 uur met... Farming Simulator. Yes! Deel 2. En tot de volgende keer. Doei! Dat was Farming Simulator voor deze week. Nogmaals, wil je deel 2 van de video zien waar we verder gaan met het koeienvoer maken? Klik dan op de video in het scherm, dan zie je deel 2. Let op, deze video is pas een week nadat deze video online staat beschikbaar. Morgen ziet Victor je weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator. En mij natuurlijk volgende week weer met deel 2. Tot dan, doei!